welke tuinplant en welke klimplant is goed voor de bijen en de vogels? Die vraag stelde een kijker mij laatst en hij wilde graag dat ik er een filmpje over zou maken. Bij deze. Ik vind het altijd leuk als kijkers een suggestie doen voor een volgend filmpje. Mijn naam is Elisabeth Scholt van Scholt Tuinadvies en Ontwerp en ik help mensen aan een tuin naar hun hart. Met een uniek ontwerp, een mooi beplantingsplan, met advies, met tips en praktische hulp zorg ik dat ook jij blij wordt van je tuin. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat planten die insecten nodig hebben voor de bestuiving goed zijn voor zowel de bijen als voor de vogels. In het vroege voorjaar zijn het vooral bloembollen en fruitbomen die insecten aantrekken voor de bestuiving. Later in het jaar zijn het ook bekende tuinplanten zoals bijvoorbeeld de Echinacea, de zonnehoed, de Rudbeckia. Helemaal top wordt het natuurlijk als planten na de bloei ook nog bessen, zaden, noten of ander fruit produceren. Want dan is er opnieuw voedsel voor zowel insecten als voor de vogels. Het krentenboompje is zo'n topper. Eerst heb je de mooie bloesems en daarna komen de krentjes, eigenlijk zijn het appeltjes, en die lusten de vogels dan weer heel erg graag. De vuurdoren is super voor bijen en vogels. Eerst bloeit die, dan komen er bessen en door de stekels kunnen vogels er ook nog veilig schuilen en broeden. Heb jij ook een suggestie voor een volgend filmpje? Laat het me weten in de comments onder deze video. En wie weet heb je dan binnenkort een filmpje met jouw thema.